Op baan 1 voor Aquanovio 94, Mandy van Rossum. Op baan 2 voor PSV, Nina Zusterzeel. Op baan 3 voor de Dolfijn, Janila Brink. Op baan 4 voor Blue Marlins, Lynn Blommers. Op baan 5 voor PSV, Kim Jansen van Galen. Op baan 6 voor PSV, Hielke de Beer. Op baan 7 voor BVZ, Jade Geurts. En op baan 8 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Flora Tilly Torok. Dit is de dames 100 meter schoolslag B-finale. Vanmorgen de snelste tijd gezwommen voor deze B-finale Lynn Blommers in baan 4 in 13:31. Tijd die zij in de series neerzetten. Haar persoonlijke recordtijd is 1:10:99. Dat zong zij 22 februari 2020 in Osnabrück in Duitsland. Gaat aan leiding de 50 meter. Lynn Blommers dus 34:01. Janila Brink is daar vlak achter in 34:13. Dat hield de weer de tweede positie, 34-10. De verschillen zijn klein. De laatste meters worden de medailles hier verdeeld. De winst voor de B-finale. En dan zien we dat de beste papieren voor de winst van de B-finale Kim Jansen van Galen heeft in de laatste meters. Op naar de muur door Kim Jansen van Galen. En zij tikt aan in de tijd van 1:12:59. Tweede aantiktijd voor Lynn Blommers. De derde aantiktijd voor Janila Brink. De winnares van de B-finale heet Kim Jansen van Galen. We gaan verder met de dames 100 meter schoolslag A-finale. Met op baan 8 voor VZC Bridget.